Goedenavond en leuk dat u kijkt naar deze speciale uitzending van RTV Apeldoorn. Namelijk een uitzending over 200 jaar Koninkrijk. Hier op het veld voor Paleis Het Loo staan nu alle dorpen uitgestald met thema's over 200 jaar Koninkrijk. En vanmiddag is er natuurlijk het défilé. Kijkt u mee naar een samenvatting van deze dag. We zijn hier bij het dorp Uchelen en Uchelen staat natuurlijk bekend om het papier scheppen, dus dat is ook vandaag hier aanwezig. Een hele goede morgen. Jullie zijn druk bezig, zie ik. Ja, we zijn druk met papier aan het maken. We zijn de papierpessers van Uchelen en nu gaan we even de vellen die we geschept hebben even persen. En hoe werkt nou zoiets? Je zegt vellen scheppen, hoe werkt dat? Ik zal het even voordoen. We hebben hier een matrijs, een zeef met een watermerk erin. Dan doen we een raam op. In deze ton zit water met katoenpulp. Dit is gemaakt van katoen. Dan brengen we iets in beweging. Scheppen hem erin. Halen hem snel omhoog. Even schudden. Uit laten lekken. En we hebben een velletje papier. Nou, zo makkelijk gaat dat. Zo makkelijk lijkt dat te gaan. Mijn collega legt even een vilt matje klaar. We zetten hem erop, kantelen hem om, drukken het water eruit. Oh. En we scheppen hem door. En we hebben een vel papier met een mooi watermerk. Nou, kijk aan. Dat... Daar komt weer een viltlaag overheen te liggen en dan gaan ze in de pers. En dan komen ze zo uit de pers. Deze die hebben wij vanmorgen geschept. En dat is dus nog een beetje nat. En dit is nog helemaal nat. Dit moet nog helemaal drogen. En deze die zijn droog. Het dorp Uddel heeft een eigen volkslied en dat gaan we nu horen. Midden tussen veld en weide, ruim ons om tot bos en zand. Afgewisseld met wat weide, ligt een dorpje in ons land. Wondere schepping van de Heer. Ligt uit rust aan de Lemmeer, dat is dan Uddel in mijn hand. Veluwse schoonheid, gelde schat, waarom tussen het bos en het zand, wordt dit het hart van Nederland. Later kwamen betere jaren, en de welvaart nam met toe. Dankzij geld van kalf en koe, welke luxe men ook ziet, Uddelaars veranderen niet. Dat is dan Uddel, even al oud. Veluwse schoonheid, gelde schat, waarom tussen het bos en het zand, wordt dit het hart van Dan sta je op het veld tussen alle dorpen en dan kom je ineens de hulphonden tegen. Waarom staan deze ook op het veld? Deze honden staan ook op het veld. Dit zijn therapiehonden. En wij doen hier therapiesessies mee met de jongeren van de hoendeloogroep. En de jongeren die staan daar allemaal mee te helpen. Dus die jongeren krijgen therapie met de honden. En daarmee willen we bereiken dat ze hun gedrag leren spiegelen aan de hand van de hond. En wat doet de hond dan? Ik kan een klein voorbeeldje geven. Een jongen is een meeloper en die neemt dus niet de leiding over de hond. Dus die laat die hond lekker voor zich uittrekken en wij gaan die jongen zelfvertrouwen bieden
in zijn goede houding staan en leiding geven aan de hond. Dat is een klein voorbeeldje. Ja, dat is dus onderdeel van de hoenderlooggroep. Voor de mensen die denken, wat is de hoenderlooggroep? Wat is het precies? De hoenderlooggroep is een groot internaat waar jongeren gedurende 1 of 2 jaar verblijven. En het is een internaat waar dus ook school, vrije tijd en wonen in 1 groot gebeuren bij elkaar zit. En dat is in Hoenderlo zelf. En we vertegenwoordigen hier het dorp. Dus we hebben en IJsselco, de bezembinderij, de jongeren van Hoenderlo. En dus het Nationale Park de Hoge Veluwe. Vandaag is het een grote dag in Apeldoorn, daar wordt namelijk het kraamdivilé gehouden. Ook de veteranen zullen daarbij aanwezig zijn. Zo'n 500 genodigden worden momenteel hier ontvangen in deze tent met koffie en gebak. U bent ook uitgenodigd voor de Veteranendag hier vandaag. Hoe vindt u dat? Nou, geweldig. Ja, normaal denk ik niet zo vlug dat ik er naartoe gegaan was. Maar ik vind dit wel leuk. Een heleboel oude jongens bij elkaar. Nou, wij vinden dat als gezelschap van oud-militairen en veteranen natuurlijk heel erg prettig. Ten slotte gaat een groot gedeelte over deze dag ook over hen. 200 jaar strijdkrachten, 200 jaar marechaussee, ook dit jaar. Dus het is heel fijn dat dit gezamenlijk zo kan. Meneer Van der Beek, Veteranendag ook hier in Apeldoorn op deze heugelijke dag. Met betrekking tot het Grand Défilé hier in Apeldoorn. Klopt. Leg uit, waarom? Nou, ik zal u vertellen dat we hebben ieder jaar een Veteranendag en die worden altijd gehouden op het stadhuis. Dat is een beetje traditie en we zijn nu uitgenodigd om 200 jaar Koninkrijk mee te maken bij het Loo. En we hebben niet met één hand, we hebben met open armen gezet. Graag, daar willen we aan meedoen. En daarom zijn we hier met pakweg 500 veteranen vandaag. 500 veteranen. En welke soort veteranen zijn het eigenlijk? Dat is van Tweede Wereldoorlog tot en met nu. Dus Mali, Afghanistan, Nieuw-Guinea, Indonesië, Irak, Afghanistan. Alles is hier aanwezig. En wat kunnen nou die veteranen verwachten vandaag? Nou, we gaan dus straks met z'n allen, krijgen we een broodje en een kopje koffie. Dan gaan we op die tribune, kijken we naar het défilé. En daarna ja, is het natuurlijk gezellig samen zijn. Zeg maar een hele grote reunie van al die oude rakkers. Ik wens veel plezier vandaag. Dank u wel. Het dorp Klarenbeek, achter u, dat lijkt me een moeilijk spelletje. Het spel is behoorlijk moeilijk, ja. Ja. We hebben geprobeerd om een beetje een attractief spelletje neer te zetten. Waar de mensen aan deel kunnen nemen. En een beetje een uitdaging moet zijn voor mensen die hier zijn. Jammer dat de categorie mensen die er nu nog is, een beetje van de oudere leeftijd is. Dus dat zal wel lastig worden. Maar goed, we hopen dat er vanmiddag nog een mooi beetje mensen mee gaan. Ja, het kan er wel feest zijn, maar er moet ook nog steeds gewassen worden. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, want u bent aan het wassen, denk ik, of niet? Wat zegt u? U bent de kleren aan het wassen, of niet? Ja, dit is ouderwets wassen. Hoe ging dat ook alweer? Nou, dan moest het eerst daar gewassen worden met het wasbord en dan door de wringen. En dan komt het hier in dit bakpaten en dan moet hier gespoeld worden en dan weer gewrongen. En dan komt het daar in de mand en dan wordt het op de bleek gelegd. Zo ging dat vroeger. Het was zwaar werk, denk ik, of niet? Dat denk ik wel zwaar werk, maar ik heb het zelf nooit gedaan. Mijn moeder deed het.
Dat scheelt alweer. Ik heb het maar gezien, hè, dus ik hoef het zelf niet te doen. U doet het hier wel? Is het hier ook zwaar? Of is het, zwaar, hier is het wel leuk. Heb je leuk contact met de mensen en alle oude verhalen van vroeger en zo. Ja, dat komt wel weer boven, denk ik, als mensen dit zien. Ja, mensen zien dat ook het rekje daar, met die, dat rekje voor de kachel. Dat kon het daar drogen, ja. Ja, en dan wordt er nog meer gewassen, want wat doen jullie hier? Wij zijn aan het wringen. Dus, en waarom is dat? Om het water uit de was te krijgen. En dan kun je het daarna ophangen op zo'n rek. Ja, dan is het niet meer helemaal kleddernat. Juist, daarom. In 1948 een centrifuge, een oude centrifuge vind ik dat. Dat is een hele oude centrifuge, ja. Ja, inderdaad. En dat gaat ook vast niet hetzelfde als de centrifuges van nu? Absoluut niet. Nee, absoluut. Het gaat veel langzamer natuurlijk, maar het was wel een uitvinding voor die tijd, ja. Het is echt geweldig. Ja, wat vertel eens? Nou, er was de eerste centrifuge en als je de was kleddernat op moet hangen, nou, dan duurt het heel lang voordat die droog is. Nou, deze droogte toch wel een beetje beter dan buiten nog. En de rest kon natuurlijk buiten gebeuren. Ja, we staan hier bij een stel koeien. Zijn het nou bijzondere koeien? Dit zijn redelijk bijzondere koeien. Het is een oud-Nederlands ras. Het zijn de brandrode runderen. Die waren bijna uitgestorven. Ze hebben gelukkig nog wat genetisch materiaal kunnen verzamelen. Daaruit worden deze koeien opnieuw gefokt. Dat is een ras wat heel sterk is. Wij gebruiken ze ook als grasmaaier op onze natuurterreinen van natuurmonumenten. Je hoeft er ook niet elke dag bij te zijn. Het is een ras wat zichzelf goed in stand kan houden. Mocht er een kalf geboren worden, dan gebeurt dat. Er hoeft verder niks aan te gebeuren. De boer hoeft er niet bij te zijn. Het is gewoon een natuurlijk ras. Gewoon een makkelijke koe eigenlijk? Het is een hele makkelijke koe en het is een hele sterke koe. Hij staat ook de hele zomer buiten. Hij wordt hooguit een keertje verwijd omdat het gras op is. Dan gaan ze naar een ander natuurgebied. En 's winters staan ze binnen bij ons in de potstal op de Groot Modderkolk in Loenen. Ik zou jullie allemaal uit willen nodigen om daar in ieder geval een keer te komen kijken. Want dan zie je hoe de koeien in een echte ouderwetse potstal staan. Ja, hoe ziet dat eruit? Wat is een potstal eigenlijk? De tegenwoordige stallen, dat zijn roostervloeren. Daar gaat alle pies en poep gaat er door naar beneden. Maar dit niet, dit heeft een gesloten bodem. Er komt een laag stro in. De beesten liggen daar lekker in. Poep en de pies er ook in. En dan zit er een heel ingenieus apparaat erboven, waardoor er elke keer een klein beetje stro, vers, mooi, schoon stro regent. Nou, dus dan krijgen ze elke keer een schoon laagje. Maar die laag die groeit gedurende de winter. Dus je begint in het najaar, dan kijk je naar beneden in de stal. Daar staan ze nog laag. Nou, stro, poep, dan groeit het. En in het voorjaar, voordat ze naar buiten gaan, dan kijk je ze bijna recht in de ogen. Gaat dat niet heel erg stinken? Nee, dat ruikt heerlijk. Het begint ook een beetje te verteren. En er zijn ook mensen die zeggen van ja, maar dat is zielig. En zeker zo'n kalfje. Nou, de kalveren die daarop liggen, die krijgen een behoorlijk grote weerstand door de bacteriën die binnenkomen. En wat we ook altijd proberen en de mensen uitnodigen, steek je hand er eens in. Natuurlijk, dat stinkt een beetje naar poep, maar dan voel je pas hoe lekker warm het is. Het is wel goed isolatiemateriaal natuurlijk. En die koeien en die kalveren die liggen er heel rustig op. Dus kom in ieder geval een keer kijken, de Groot Modderkolk in Loenen.
dan de stal is altijd open. Je mag met de handen in de poep? Met de handen in de poep staan, dat mag, ja. En tot zover de impressie van het ochtendprogramma van het 200 jaar Koninklijk Apeldoorn. Er is natuurlijk meer, onder andere het Grand Défilé. En dat laten we zaterdagavond vanaf 6 uur aan u zien. Voor nu bedankt voor het kijken en graag tot zaterdag.